Hey guys, welkom back bij mijn channel. Vandaag ga ik weer van Zeeman werken. Samen met Roxy Foxy gaan wij Turk filmpjes maken voor Zeeman, hun nieuwe reclame. Ik ga nu mijn nagels om. Het is nog van Mexico. En daarna gaan wij coronatest doen en dan zijn we onderweg naar Den Bosch. Well guys, ik moest dus zoeken naar topjes en shortjes waar ik makkelijk in kon bewegen voor straks. Ik heb nu gewoon een witte tanktop aan. Oh, ik heb mijn nagels gedaan trouwens. Het is nu rood. Can you see it? Can you see it though? Ja? Is beter zo. Anyway, ik moest dus topjes en shortjes zoeken voor straks. Hun hebben ook topjes en shortjes, maar ja, dat is mijn eigen kleding, dus ik ben al gewend hoe het zit. Dit is dus een top van de Zara. Dit is een small. Normaal draag ik een medium, maar dit zit beter. En je kan het ook gewoon topless dragen. Ik denk niet dat ik topless ga filmen per se, man. En ik heb nog een onderhemd in het zwart. Dit is een small, alleen hij is wel wat groot. En ik neem dit shortje mee. Die zit wel lekker. En ik heb dit setje. Dit is de top. De legging is hetzelfde. Ik weet niet, misschien vinden ze dat wel leuk. Om te zien. En ik heb hier ook een crop top, grijs. En als laatst neem ik een gele short mee. Waar ik ook in goed kan bewegen. Nu ga ik een jas aan en ik ga de meter pakken, want ik ben laat. Ik moet dus 3:15 coronatest gaan doen. En dan naar Den Bosch met Roxy. Het is nu 31, het komt 44. Dus over 10 minuten moet ik erin zijn. In de metro. Dus I'll see you guys later. They just got it. Like the shot is just the part. Oh, the one. Yeah. So you just have to. Okay. Just Where are you going? We'll be right back.
finish. How was it, Roxy? It was amazing! Hey. Now we're gonna finish. I'm speaking English, why? Oké, nu zijn we klaar. We gaan uitkleden en dan weer naar huis. Het was super leuk om te doen en ik ben benieuwd hoe het eruit ziet op tv. Nou jongens, ik ben weer thuis. Het is 9:45. Het was echt een hele leuke dag. Beetje chaotisch, maar het was een hele leuke dag. Met het coronatestje en alles. Kananoi! Ik heb gehoord dat het binnen een maand op tv komt. Dus ik ga proberen om hun footage ook in deze footage te zetten. Vandaag is 8 april, dus ik ga kijken wanneer de video uitkomt. Hierbij wil ik jullie bedanken voor de support. Once again, to watch this video. En vergeet geen thumbs up te doen en te subscriben to my channel. Bye! Bij ons niet. Wij maken ondergoed dat lekker zit en lekker staat. Dat doen we al jaren met dezelfde fabrieken. Zo weten we dat we altijd dezelfde kwaliteit krijgen en dat ze zuinig zijn op hun mensen. Dat zit dus ook helemaal lekker. En toch voor de laagst mogelijke prijs. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.